Beautiful Science. Nou, ik heb hier een leeg buisje, want ik heb altijd lege buisjes bij me om die met water te vullen op allerlei plekken, bijvoorbeeld hier in de gracht in Amsterdam. Er zitten namelijk algen altijd in het water en ik probeer uit alle soorten water de meest geschikte alg te vinden. Algen zijn leuk omdat ze er leuk uitzien. Het zijn hele mooie groene beestjes, groene plantjes. Algen zijn eigenlijk een soort voorlopers van de planten. Dus het zijn eencellige micro-organismen die aan fotosynthese kunnen doen, dus de energie van de zon kunnen gebruiken. Nou, je kan algen een beetje vergelijken met olijven. Ze kunnen een soort olie maken. En je kan dus dikke algen vol met olie kan je uitpersen. En de olie die daaruit komt, die is heel geschikt om auto's op te laten rijden. Dus uiteindelijk kunnen algen biobrandstof maken. Dus de energie van de zon omzetten in olie die wij weer in onze auto kunnen verbranden. En dat is natuurlijk heel interessant. Ze groeien heel snel. Ze kunnen in zout water groeien. En dat biedt eigenlijk zulke grote voordelen als je op grote schaal brandstof wil maken. Dat een reden is dat veel mensen geïnteresseerd zijn om onderzoek naar algen te doen. Er zijn dus eigenlijk overal ter wereld mensen die proberen een zo dik mogelijke alg te maken. Want hoe dikker je alg, hoe goedkoper het wordt om brandstof mee te maken. En dat kan je eigenlijk op twee manieren doen. Of je kan proberen jouw alg met genetische modificatie dikker te maken. Of, en dat doen wij, je kan proberen uit de natuur al de dikste alg te selecteren. Dus ik gooi alle algen bij die ik heb, alle buisjes die ik heb, gooi ik bij elkaar. En ik probeer daardoor een slim milieu, dus een slimme omgeving, de dikste alg het meest te belonen. En dat doen wij in Delft. We zorgen ervoor dat de dikste alg zich het meest prettig voelt in onze omgeving. En dat doen we door, we geven overdag alleen licht en CO2. En het is genoeg voor een alg om dik te worden. Maar hij kan nog niet delen, want als hij wil vermenigvuldigen, dan heeft hij ook een beetje pokon eigenlijk nodig, net als die planten thuis. En die pokon, die geven we 's nachts. En wat we dat doen, is op dat moment de alg die overdag de meeste energie heeft opgeslagen, die het dikste geworden is, die heeft 's nachts energie om met de pokon aan de slag te gaan en te delen. En als een alg dus overdag niet dik geworden is, geen energie heeft opgeslagen, dan kan die 's nachts ook niet delen. Dus doordat we alleen eigenlijk eten 's nachts geven, wordt dik zijn wordt beloond. We beginnen met eigenlijk een hele dierentuin aan verschillende algensoorten. En na een aantal dagen zie je dat er eigenlijk nog één soort overblijft. En die soort is dus heel goed in overdag dik worden en 's nachts die energie verbruiken om te kunnen delen. Naast mijn onderzoek heb ik ook nog tijd voor andere dingen. En ik heb tijdens mijn studententijd heb ik samen met 4 vrienden een festival opgezet op Ameland. Een surf, skate en muziekfestival. Het is eigenlijk een beetje begonnen als een soort wild plan in de kroeg. Maar het is in die zin wel uit de hand gelopen dat het nog steeds bestaat. Het is dit jaar de 7e editie. En er komen duizenden mensen en het is altijd elk jaar een groot feest. Nou, in de toekomst, ik bevalt me erg goed het onderzoek doen en ik vind Delft ook een leuke plek. Dus uiteindelijk wil ik wel hoogleraar in Delft worden. En daarnaast, als een zijproject, wil ik graag Shell overnemen en uit de markt drukken met goedkope brandstof met algen. Maar het is een zijproject, een hobby. Nou, voor mijn onderzoek is het van belang dat ik met zoveel mogelijk algensoorten begin. En dat betekent dat ik zoveel mogelijk buisjes water van verschillende plekken moet hebben. Dus ik vraag altijd al mijn studenten en collega's, als je op vakantie bent of waar dan ook, neem wat buisjes water voor me mee. En daarom zou ik graag iedereen op willen roepen om mij een buisje water op te sturen. Met een foto erbij van waar het vandaan komt. En ik kan me voorstellen dat niet iedereen deze buisjes thuis heeft. Dus je kan anders ook mij even een e-mailtje sturen. En dan stuur ik een buisje op en dat kan je nog vullen en weer opsturen. En daarmee kunnen we dan samen zorgen dat we uiteindelijk Shell uit de markt trekken. Faces of Science.